Hoi, ik ben Mirjam Ketier. Ik ben geboren, opgegroeid en grootgebracht in Maasmechelen. Ik kom uit een gezin van 11 kinderen. Dat was niet altijd gemakkelijk. Ik verloor mijn ouders al vroeg en nam de zorg van mijn zusjes op mij. Gelukkig krijgen we in België de kans om iets van ons leven te maken. In 1999 ging ik aan de slag als arbeidster op Ford. En sinds 2000 kom ik als vakbondsafgevaardigde op voor de rechten van mijn collega's. De stap naar de politiek lag dan ook voor de hand. Vanaf 2006 maak ik deel uit van de gemeenteraad en sinds 2007 van het federaal parlement. Op 14 oktober wil ik graag de eerste vrouwelijke burgemeester van Maasmechelen worden. Ik ga voluit voor onze jongeren die kampen met taal- en onderwijsachterstand, want zij zijn onze toekomst. Ik ga voluit voor onze ouderen, want zorg is een recht, zeker nu de vergrijzing alsmaar harder toeslaat. Ik ga voluit voor een leefbaar Maasmechelen, want overlast en criminaliteit storen ons allemaal. Ik ga voluit voor jobs, met de industrie, het toerisme en shopping als hefbomen, want Maasmechelen schreeuwt om werk. Ik ga voluit voor jou, zoals ik me al heel mijn leven inzet voor anderen. Denk aan mij op 14 oktober.